gisteren. Van harte welkom hier. En we hebben je uitgenodigd, omdat je dus een gigantische prestatie hebt geleverd, zeg maar, in Apeldoorn. En dan willen we toch even laten weten, zodat wij dus als de Apeldoornse wielervereniging daar ook zeer trots op zijn. En ja, je bent helaas geen lid meer. Maar daar hebben we wat voor op gevonden. Oh jee. We maken je erelid. Wauw. En Heidi gaat je daarvoor zeggen, de versierselen opstellen. Het is een klein versiersel met een hele grote waarde. Voel ik toch nog een beetje zwaluw. Nou, we gaan straks over naar buiten. We hebben nog meer. Oh jee. Spannend. Dus, Heidi, ga je gang. Ja, maar... Want er is mee gevraagd om geen lange toespraken te doen. Dus. Nee, nou, ik doe het even zo makkelijk. Even zo. Wacht, hè? Ja. Erelid, hou even in de zwaar, hoor. Wat een eer, hè? Gefeliciteerd, Stuart, met de eerlijksbaarschap. Nou, hartstikke bedankt. Ik vind het echt een eer. Dan gaan we nu straks even naar buiten toe, zeg maar. Zo. En hoe voelt het nou, dat je een bocht hebt gekregen? Ja, het voelt goed. Het voelt ook goed om binnen de bocht te staan. En ik ben er nog niet uitgevlogen nu. En hoe voelt het om zo vaak kampioen te worden? Wen je daar wel aan of niet? Nee, dat is niet iets waar je aan wendt. Dat wereldkampioen worden word je niet dagelijks. Dat is niet... Nee. Ja, ik wel soms, maar... Ja, nee. Dat bedoel ik. Eigenlijk wen je er niet aan, nee. Bleef altijd leuk. Ja, uiteraard, ja. En we gaan voor de volgende overwinningen. Nou, ik ga eerst hier gewoon goed van genieten, want dit is ook heel cool. Wat is je band nog met Almelo? Ik ben hier geboren en getogen. En je ouders wonen hier ook nog, hoor ik? Klopt, ja. En dan ga je vaker voorzitten, één keer in de week? Nou, niet structureel één keer in de week, want ik ben best wel veel weg. Maar ik probeer wel regelmatig even hier langs te komen.